Ja, goed. Ik ben aan het werken aan mijn solo bij Tim in september. Het is spannend. Ja, ik werk heel veel met natuur, omdat ik hou wel echt van de organische. Ik probeer een soort utopie te creëren. Dus dat wil ik ook dan brengen op doek. Het is geen zelfportret wel. Als je in een bos staat en je trekt een foto van de natuur, dan heb je nooit op die foto de ervaring van dat bos. En doordat ik de natuur omzet naar mijn eigen hand, probeer ik een ervaring te creëren die er niet is. En dat dat weer uniek op zichzelf is. Dus dat je een ervaring hebt van een bos, maar op mijn manier. Je moet wel een gevoel hebben dat je erin wilt gaan. Ja, het is een nachtlandschap. Ik zie er een bomen op. Nee. Ja, ik weet niet goed wat ik daar kan over vertellen. Ik ben heel veel bezig in mijn werk met ridders op het moment ook. Night and night. Je harnaste ridder, denk ik. Als ik kind was, dan ervaarde zo een werk dat bij je bommen hangt of bij je ouders hangt. Echt zo, je kent dat zo goed, je ziet dat elke dag. En ik vraag me af of er zo'n kind dat ook bij mij gaat hebben. Zo. Dat hij dat elke dag ziet en dat hij er heel de tijd over nadenkt. En... werkte ik hier een paar straten verder, boven een bloemenwinkel. Ik trok er altijd heel veel naar bloemen. Dat is heel juist, zo, omdat ik heel veel met bloemen bezig ben. Dat heeft mij ook veel inspiratie gegeven. Ik moest altijd door die gang en daar stonden die boeketten die op bestelling werden gemaakt. Dus dan kon ik er altijd naar kijken. Ja, het is groter en geeft me meer ruimte. Ik ooit een atelier waar ik al die doeken gewoon echt ga openzetten, dat ik zoveel plaat heb. Het is echt puzzelen om die doeken te zetten. Ik heb geprobeerd om ordelijk te zijn, maar dat gaat niet. Allee, het is gewoon, ik moet kunnen pakken en doen en weggooien. En, als ik zo te net ga werken, dan ga ik te veel nadenken hier en ik moet hier nadenken. Ik verlies me graag in die chaos. Ik heb soms werk ik een maand aan een werk om dan te beslissen dat ik het weggooi. Er is een werk waar ik nu heel sterk over twijfel om weg te gooien. Ja, maar dat wil ik niet doen. Schilderen? Ja, tuurlijk. Ik wil wel die stoffen. Nee, absoluut niet. Ja, ik denk dat de droom van elke kunstenaar is om te sterven met een onafgewerkt werk. Dat lijkt me wel mooi. Ik hoop dat het al in een goed stadium zit dan, dat ik niet zo'n slecht onafgewerkt werk heb. Maar, Die gaat nu ongeveer gaan komen, denk ik. En, ik moet hier nog veel doen, maar ik kom aan de onderkant en dan moet ik rond de ridder beginnen werken. Zoiets ga ik dan toch zo alleen doen. Dat is heel anders. Omdat ik dan toch echt moet nadenken. Dat is heel belangrijk dat die goed is. Ook zo nog wel voor schetsen, denk ik. En Google eens kijken naar ridder.